Het is 3 uur. We gaan beginnen met het ISLA Innovatiefest. Wel het tweede ISLA Innovatiefest in de geschiedenis van het Innovatiefest. Mijn naam is Jos Knaap, ik ben innovatiemanager in het ziekenhuis. En ik heb de eer om deze sessie te mogen hosten. Je hebt op de vorige slide en op deze slide zie je en proefrij ikzelf staan. Als je nu in een proefziekenhuis werkt, dan ken je misschien en proefrij wel. Maandelijkse inspiratiesessie van en voor medewerkers van de proefziekenhuizen. En tijdens de slimme zorgestafette gooien we de deur open voor alles en iedereen. Dus welkom, leuk dat je er bent. Mocht je het concept nog niet kennen, we doen deze keer een Excel-sessie. Dus we hebben 3 sessies van 1/2 uur, waar we 20 minuten luisteren naar een innovatief verhaal. In dit geval over het Connected Care Centrum van ISLA. Er komt nog een stelling voorbij. Er is alle ruimte voor jouw vragen. Dus gooi jouw vragen ook in de chat. Klinkt gezellig als je ermee doet. Dat ongeveer. En het is een innovatiefest, dus mocht je hier gekomen zijn voor de lange tafels en de bier, sorry daarvoor, dat is er helaas niet. Maar we hebben wel slingers, die zijn hier linksboven, en volgens mij wel confetti. Ja, hebben we nog iets meer confetti? Yes, nou, dat ziet er hartstikke goed uit. Wie ga je in deze 1/2 uur voorbij zien komen? We hebben 3 interessante onderwerpen. We beginnen zo meteen met Teske en Sabine, en die zijn monitoringsverpleegkundigen. Of Connected Care verpleegkundige op het Medisch Coördinatiebureau. We horen Job en Tom, die gaan iets vertellen over effectmeting. En hoe meet je nou het effect van al die Connected Care initiatieven? En hoe hou je de zorgverzekeraar op tevreden? En we sluiten af met Elina en Gijs. En die zijn bezig met het bouwen van een app voor prehabilitatie. Gijs staat nu nog op de OK, dus ik hoop dat hij niet te bloederig binnenkomt. Maar dat gaan we zometeen allemaal zien. We gaan beginnen met Teske en Sabine. Kom een gezellig bij. Teske en Sabine zijn dus Connected Care verpleegkundigen. Jullie hebben ze misschien al een keer voorbij zien komen of voorbij horen komen. Op ICTN Health of in de ISLA Zorg Dichtbij podcast. Daar hoor je Teske met haar mooie stem. En ze hebben een heel mooi verhaal over hun werk als Connected Care verpleegkundige. Alsjeblieft. Dankjewel. Hallo allemaal. Bijzonder om hier te mogen staan vandaag voor jullie. We gaan het zo meteen voorstellen. Het is al een beetje gedaan natuurlijk door Jos. Maar het leek ons goed om jullie even mee te nemen in het grotere plaatje. Zodat jullie ons verhaal beter kunnen plaatsen. Dus first things first. De strategie van... Nou, die zal ik zeker niet helemaal gaan bespreken. Deze driehoek geeft overigens wel de strategie weer. Het gaat erom het Connected Care Center. Je ziet hem mooi omcirkeld staan. Dat is een ISLA-breed thema. En die houdt zich bezig met het verplaatsen van ziekenhuiszorg naar huis. En binnen het ISLA heeft dat de vorm van een programma. Met een programmadirecteur, programmaleider, projectleiders en een eigen afdeling. En daar komen wij in beeld. Wij zijn het Medisch Coördinatiebureau. Mijn naam is Teske Nagelmaker. En dit is Sabine Tan. En wij zijn met een mooi woord ziekenhuisverplaatste zorgverpleegkundige. Ook wel door dit artikel wat jullie in beeld zien, virtuele verpleegkundigen of connected care verpleegkundigen of ziekenhuisverplaatste zorgverpleegkundigen. Ja, connected care verpleegkundigen, digitale pleeg heb ik ook bij zien komen. Ja. Het gaat er niet zoveel om hoe we heten, het gaat erom wat we doen. En wij doen eigenlijk 2 dingen. Wij monitoren patiënten thuis en wij regisseren zorg voor patiënten thuis. En dat eerste is wel even goed om toe te lichten. We hebben binnen het ISLA centrale zorgpaden, maar ook decentrale zorgpaden. Decentrale zorgpaden zijn, voorbeelden daarvan zijn COPD en hoge bloeddruk bij zwangerschap. Dat zijn ook monitoringspaden, maar die worden niet gemonitord door ons. Die worden gemonitord door het specialisme zelf. Dus COPD wordt gemonitord door longgeneeskunde en zwangerschapshypertensie wordt gemonitord door gynaecologie. Maar het MCB die monitort ook paden en dat zijn de centrale paden die we monitoren. En daar gaan we zo meteen meer over vertellen welke paden dat zijn. Maar het is wel goed om even dat verschil te weten. Kijk even goed naar deze stelling. Het virtueel verpleegkundige is een beroep van de toekomst. Willen jullie vragen daar gedurende de presentatie even over na te denken? Dan komen we daar aan het einde nog even over terug. En zijn we benieuwd in hoeverre jullie het daar wel of niet mee eens zijn? Ik ben ziekenhuisverplaatste zorgverpleegkundige sinds april vorig jaar. En Sabine sinds november 2021. En sinds die tijd is er een heleboel gebeurd.
Dus Sabine? Ja, zeker. Vertel. We zijn in sneltreinvaart gegaan. We zijn nu ongeveer 15, 16 maanden bezig. En er is ontzettend veel gebeurd. In het begin hadden we eigenlijk alleen maar 2 zorgpaden. Daar zijn we mee gestart, het medisch coördinatiebureau. Het was druk op de afdelingen, het was druk bij de huisarts. En daardoor zijn er 2 zorgpaden ontstaan. Het preklinische zorgpad COVID-19 en het postklinische COVID-zorgpad. En het preklinische zorgpad was eigenlijk de hoofdbehandelaar de huisarts. En het postklinische zorgpad was de hoofdbehandelaar de longarts in het ziekenhuis. En ja, het was echt een hele bijzondere tijd. En ik kan me nog herinneren dat ik zelfs een keer op de fiets 's avonds nog een inclusie deed bij een patiënt thuis. Dus ja, als verpleegkundige deed ik veel verschillende dingen. Maar ik was ook in een hele nieuwe wereld terechtgekomen. En toen het wat weer wat rustiger was in de ziekenhuizen na die vierde golf, toen we zijn opgestart. Toen hadden we eigenlijk tijd om na te denken en om samen te werken met de afdeling in het ziekenhuis voor een nieuw zorgpad. En dat was het VOZ-zorgpad, het vervroegd ontslag zuurstofzorgpad. Dat betekende eigenlijk dat niet alleen de COVID-patiënten eerder naar huis konden, maar eigenlijk patiënten die met zuurstof, met tot 3 liter zuurstof, ook van andere afdelingen, dus de acute opname of de interne, sneller naar huis konden gaan. En daarna is het eigenlijk heel snel gegaan, want we zijn van 2 zorgpaden afgelopen 1,5 jaar naar 8 zorgpaden gegaan. En we zijn gestart met 2 verpleegkundigen en we zitten nu met 5 verpleegkundigen. En daarbij maken we ook nog gebruik van onze co-assistenten die in de avond de monitoring voor ons doen. En ook in het respiratoire seizoen voor ons inclusies doen bij bijvoorbeeld influenza-patiënten of bij COVID-19-patiënten. En ja, het stukje wat ik nu beschrijf is echt de monitoring. Maar daarbij hebben we ook afgelopen jaar de regiepet opgezet. Jessica, want wil jij daar wat meer over vertellen? Zeker. De regiepet, die hebben we inderdaad opgezet. Die zetten we nog steeds op vanaf ongeveer juli vorig jaar. En die zetten we op het moment dat wij zorg thuis gaan registreren. En dat doen wij niet voor alle zorg thuis, maar dat doen wij voor zorg thuis waarbij de medisch specialist de hoofdbehandelaar is. De medisch specialist vanuit het ziekenhuis. En wat doen wij dan? Dan begeleiden wij de patiënt naar huis. Dat wil zeggen, we regelen thuiszorg voor deze patiënt. Medicatie, pomp en eventueel toebehoren. En soms in het geval bijvoorbeeld van OPAT. Daarbij krijgen patiënten antibiotica gedurende een lange tijd in de thuissituatie, omdat ze een infectie hebben aan vaak een knie of een heup. Op het moment dat deze patiënten naar huis gaan, is het voor de hoofdbehandelaar fijn om te weten hoe gaat het met die infectie thuis. Dus wij regelen ook dat er thuis bloed wordt afgenomen bij deze patiënten, zodat op basis daarvan de medicatie, de dosering daarvan eventueel omhoog of omlaag kan. Of dat er soms wel hele andere antibiotica moet worden gestart. Nou, als dat zo is, dan komt dat recept naar ons toe en wij regelen dat die antibiotica weer zo snel mogelijk in het bezit van de patiënt is. En ook dat thuis op de hoogte is en dat de pompstand moet aangepast worden. Dus dat is een stukje medicatie. Het handel. Dat doen wij voor meerdere paden, zoals jullie kunnen zien. Er zijn ook een aantal in ontwikkeling. En om jullie daar nog een beter beeld van te geven, wil ik graag het zorgpad hyperemesis aan jullie toelichten. Voorheen was het zo dat patiënten, hyperemesis, laat ik daarmee beginnen, dat zijn vrouwen die in verwachting zijn, die bovenmatig moeten braken tijdens hun zwangerschap, zijn super misselijk, dusdanig dat ze gedehydreerd zijn. En voorheen was het zo dat deze dames werden opgenomen in het ziekenhuis 3 tot 4 dagen. Daar kregen ze NaCl-glucose-infusie en gingen daarna weer naar huis. Nou, we zijn in juli vorig jaar een pilot gestart, waarbij deze patiënten gezien werden door de gynaecoloog op de spoedeisende hulp. De gynaecoloog ging na met de patiënt, is deze patiënt goed genoeg om thuis behandeld te worden en wil deze patiënt het ook? En als dat zo was, kwam er een belletje naar ons, ik wil graag een patiënt aanmelden voor de thuisbehandeling. Nou, dan gaan wij nog steeds thuiszorg bellen om te kijken, is er vandaag nog plek? Vanavond kan de patiënt vanavond nog door jullie gezien worden. Nou, in heel veel gevallen is dat zo. En soms niet, maar dan is het vaak wel de volgende ochtend. Nou, dan moeten er allerlei papieren en gegevens richting thuiszorg gaan. Dat doen wij ook. En vervolgens gaat die patiënt met een infuusnaaltje ingebracht langs de apotheek van het Isola. Daar halen ze 12 liter zakken NaCl-glucose op en gaat vervolgens naar huis. En dan komt thuiszorg daar met vaak een pomp meegebracht. En dan sluit ze de patiënt aan en dan begint de thuisbehandeling. En die duurt gemiddeld 3 dagen.
En daarbij is het niet zo dat wij de patiënt dan loslaten. Nee, de gynaecoloog blijft elke dag visite lopen met deze patiënt. Door de telefoon, die belt de patiënt op en die vraagt, hoe gaat het? Heeft hij vandaag moeten spugen? Hoe vaak is dat dan? Heeft hij ook al binnen kunnen houden? En op basis van hoe het met de patiënt gaat, kan de infuus dan worden aangepast. Ja. Of soms dan worden bijgesteld. Nou, we hebben ook nog een klein droomscenario. Dat zien jullie in de wolk staan. Sinds kort zitten wij op de huisartsenpost in het ziekenhuis zelf. Dat is naast de spoedeisende hulp. We zitten daar tijdens kantoortijden. Dan is het toch leeg. Dus we dachten 1 en 1 is 2. En we willen graag deze patiënten binnenkort zelf gaan ontvangen in plaats van op de spoedeisende hulp. En dan zelf ook femfor inbrengen en alvast aansluiten op een pomp van de thuiszorg met die infusiezakken die al beschikbaar zijn. Waardoor patiënten eigenlijk gelijk naar huis kunnen. En mocht thuiszorg die avond geen plek hebben, is dat geen probleem, want de patiënt is al aangesloten en krijgt al vloeistof toegediend. Dat is ons droomscenario. Dus dat is voor ons een mooi zorgpad met ook mooie uitkomsten. Het allerbelangrijkste is dat die patiënt gewoon hartstikke blij is. Patiënten, dat zien we ook terug. Hè? Patiënttevredenheid scoort een 8,9. Veelal zegt men oost-west, thuis-best. En dat snappen wij. De medewerkerstevredenheid die kan wat hoger. Die is nu een 7,2. Gelukkig gaf de pilot hele duidelijke aanleidingen om bij te stellen. Wie bestelt herhaalmedicatie? Nou, dat was een lastig proces, maar dat hebben we kunnen oplossen. Maar het belangrijkste was, en is nog steeds, en dat zag je ook heel erg in de feedback van de medewerkers, is van ons en van de gynaecologen, dat iedereen heel goed wist voor je deed. Het was voor iedereen win-win, want je had enerzijds had je een patiënt die heel blij was om thuis te zijn. En anderzijds weet je van, dat bed dat nu vrij is in het ziekenhuis, kan weer gebruikt worden voor een andere patiënt. En zoals je ziet, dat gaat dan op best een aantal dagen. We hebben nu 47 patiënten gezien. Maar als je uitgaat van dat die anders 3 dagen waren opgenomen, dat is toch 141 dagen een bed vrij in het ISLA. Die weer bezet kan worden door een patiënt die het graag nodig heeft. Ook waren er een aantal onverwachte bevindingen. Ik heb hier eentje opgeschreven, maar er zijn er eigenlijk wel een aantal. Wat we zagen was dat patiënten in de thuissituatie opeens een langere behandelduur hadden. Van soms wel 3 tot 4 dagen langer dan in het ziekenhuis. En op zich ook wel logisch, want de noodzaak om van het infuus af te gaan was veel lager thuis dan in het ziekenhuis. In het ziekenhuis wil je waarschijnlijk zo snel mogelijk weg, maar thuis vond de vrouw het juist fijn. Die vond het een soort extra zekerheid. Laat me maar aan, dan weet ik zeker dat ik het nog binnenkrijg. Dus daarop moest veel duidelijker gecommuniceerd worden aan het begin van de thuisbehandeling. De thuisbehandeling duurt in principe maar 3 dagen. En echt overleggen na een bezoek op de poli kunnen we dat eventueel verlengen. En een andere onverwachte bevinding was dat zodra het kwik stijgt richting 30 graden, moeten wij zorgen dat we op formatie zijn. Want we hebben afgelopen nazomer, de dagen dat het echt heel warm was, kregen we soms wel 3 aanmeldingen per dag. En naast onze andere bezigheden moeten we dat wel gewoon kunnen verwerken. Dus dat is ook een leuke bevinding van het geheel. Mooi gezegd, Teske. Dank je wel. Jij, vertel eens even. Ja, zal ik wat van je overnemen? Ja, monitoring het al? Ja, ik wilde nog wat vertellen over de CVI-e-coaching. Want jij hebt heel mooi verteld nu over hyperemesis. En dat is eigenlijk een ziekenhuisbed thuis. Maar wat ik wil gaan vertellen is een ander stukje. Is monitoring at home. We kennen natuurlijk misschien wel de monitoring die we voor een longpatiënt of een COVID-patiënt hebben gedaan. Dat je echt monitort vitale waarden. Dus dat is op saturatie, maar ook op temperatuur. Maar CVI-e-coaching zijn we deze zomer mee gestart. En dat is eigenlijk echt weer wat anders. Wij ondersteunen eigenlijk de e-coachings-app die ontworpen is door de neuroloog en de verpleegkundig specialist. De afdeling neurologie. En zij hebben heel mooi met Lucie een thuismeten-app ontworpen. Om dat nazorgtraject voor die CVA-patiënt beter te maken. En wat geven wij nou voor ondersteuning? Je moet het zien als een 12-weekse app die zij gebruiken. En die patiënt is eigenlijk, heeft een korte opname gehad op de BCU, op de Brain Care Unit. Er gebeurt ontzettend veel met zo'n patiënt en die zit dan ineens thuis. En voor die eerste weken was er eigenlijk nog niet zo heel veel voor de patiënt om op terug te vallen. En het was soms ook wel onduidelijk waar de patiënt terecht kwam. Dus nu is er een app, de CVAI-coaching. En daarbij ondersteunen we vanaf afgelopen zomer met 3 consulten. En dat betekent dat we ze 3 maal bellen in 12 weken om ondersteuning te bieden.
Nou, bij zo'n eerste week dat je zo'n patiënt belt, merk je eigenlijk heel erg dat zo'n patiënt, ja, dat diegene nog heel erg moet wennen thuis. En dat er heel veel prikkels op hem afkomen of op haar afkomen. En daarom kunnen we dus een beetje geruststelling geven. Maar wat we het meeste doen bij zo'n week 1 is dat we eigenlijk uitleggen hoe zo'n app werkt en waar ze alles kunnen vinden. En met week 6 bellen we weer en met week 10 bellen we ook. En ja, wat levert nou zo'n patiënt op? Is dat je eigenlijk veel meer informatie krijgt over het ziektebeeld, over de zichtbare en onzichtbare restverschijnselen die in die weken opkomen. Of nou ja, de dingen waar zij mee moeten omgaan. En wat wij nou eigenlijk doen en wat nou het voordeel is voor de verpleegkundige specialist, is dat we in die gesprekken ook echt vragen of er behoefte is aan bijvoorbeeld een verpleegkundig consult bij een verpleegkundig specialist. Want zij kunnen met 12 weken zelf kiezen, heb ik behoefte aan zo'n consult of niet. Eerder was het traject zo dat ze standaard met 6 weken een consult kregen en standaard met 12 weken zo. Maar voor de een duurde het eigenlijk te lang en voor de andere patiënt was het eigenlijk veel te snel. Dus nu is het eigenlijk meer nazorg op maat en het is veel meer gepersonaliseerd. En ja, het is ontzettend leuk om daaraan mee te werken en dat wij in die keten zijn aangesloten en onze hulp daarin kunnen bieden. En ja, het is misschien wel leuk om even te laten zien wat zo'n patiënt nou eigenlijk ziet. Nou, dan ga ik het gewoon vertellen. Of we gaan een paar terug. Yes. Ja, daar zie je inderdaad hoe simpel het is, ook voor een wat oudere patiënt, die misschien niet zo heel veel met apps gewerkt heeft, dat je onder het stukje zelfzorg eigenlijk de modules ziet die je kunt gebruiken en die je kunt gaan lezen aan de hand van die scores. De patiënt die maakt vragenlijsten om de 2 weken en vanuit die vragenlijsten komen scores. En je ziet ook in de trends dat je zowel laag of hoog kan scoren. En vanuit die scores komen er eigenlijk modules naar je toe die je kan gaan lezen. Het is dus vraaggestuurd voor de patiënt waar hij of zij behoefte aan heeft. En wat er vooral uit de feedback afgelopen weken, we zijn net een klein half jaar bezig, dat patiënten het super fijn vinden om samen met vaak ook wel hun partner die modules door te nemen en meer informatie te krijgen over het ziektebeeld. Maar ook dat er een kortere lijn is naar bijvoorbeeld de verpleegkundige specialist. Maar ook dat ze, als ze bijvoorbeeld hoog scoren op angst of leefstijl, dat ze hierover een belletje krijgen van ons of wij nog ondersteuning kunnen bieden of dat we soms een bepaalde module aandragen. Dus daarmee is het proces eigenlijk wel een stuk mooier geworden in de nazorg. En ja, als jij nog de laatste slide wil laten zien, wat willen wij nou concluderend eigenlijk zeggen? Hoe is ons werk nou eigenlijk daadwerkelijk veranderd? Wij komen van een klinische afdeling, we hebben allebei op een cardiologieafdeling gewerkt. En nu ineens zitten wij en aan de telefoon en we schrijven werkinstructies. Ja, onze dagelijkse bezigheden als verpleegkundigen zijn enorm anders geworden. Zo hadden we in de kliniek echt onze klinische blik, hè? We moesten echt goed kijken en we vaarden ook wel echt op waarde. Ja, en dat hebben we nu natuurlijk niet meer. Nu hebben we echt ons verpleegkundig oor. En dat betekent dat je aan de telefoon heel goed moet luisteren hoe het met iemand is. Maar dat je ook veel open vragen moet gaan stellen van, hoe zit u erbij? Heeft u net gelopen? Of zo hebben we ook wel eens iemand best wel heel erg benauwd aan de telefoon gekregen. En dan vroeg je wat door en toen gaf ze aan dat ze de kerstboom had afgetuigd. Dus ja, dan kun je ook wel voorstellen dat het natuurlijk heel anders is dan hoe je bent in het ziekenhuis als je in je bed zit of ligt. En daarbij zijn we als verpleegkundige van alle markten thuis. Want Teske, jij hebt laatst nog een mooie podcast opgenomen. Zeker, zeker. Heel leuk. Er is nog een... jullie kunnen de podcast ook nog luisteren. Jullie zien daar een mooie QR-code. Zou ik je zeker aanbevelen. En gisteren was ik aan het bellen met de CVA, patiënten die een CVA hadden meegemaakt. Dus dan deed ik een stukje monitoring. Ik heb werkinstructies geschreven. In ieder geval hele leuke bezigheden om een hele leuke baan, kan ik wel zeggen. En Teske, waar zijn de volgende haltes? Ja, de hoofdhalte, dat weet volgens mij eigenlijk niemand. Want we zijn ontwikkelen ons super snel in een richting waarvan nog niet helemaal duidelijk is waar het heen gaat. Maar iedereen wil graag mee en we doen het met z'n allen. De volgende haltes die we sowieso gepland hebben staan is prehabilitatie zorgpad. Ik heb er zometeen meer over verteld. We willen opa's long en traumatologie als zorgpad gaan doen. En medicatie at home trajecten en monitoring voor de MS. En in de meanwhile is het dus we blijven leren, we blijven bijstellen, we PDCA-cyclus, die
blijven we doorlopen en proberen zo goed mogelijk dingen te ontwerpen en te plannen. Maar daarbij weten we ook niet altijd wat we tegen gaan komen. Dus het is een hele mooie baan waar we allebei veel in kwijt kunnen. En dat was eigenlijk ons verhaal. En dan wou ik naar de stelling gaan. Maar eigenlijk misschien hebben we ook nog wel vragen binnengekomen via de chat, Jos. Yes. Ja? We hebben sowieso één vraag. En dat is... Oh. Wow. Wordt de CVA-nazorg via de app ook geboden aan mensen die worden doorverwezen voor polyklinische revalidatie? Wil je hem nog één keer herhalen? Is de nazorgmodule ook voor? Voor mensen die worden doorverwezen voor, tussen haakjes, polyklinische revalidatie. Nou, in de keten is wel een stukje revalidatie ook opgenomen. Dus het is... Vanuit de cardio kennen we natuurlijk de hartrevalidatie, maar hierbij zijn ook fysiotherapeuten ingenomen in die keten die hersenrevalidatie geven. Dus ik weet niet of dat een soort van antwoord is, want ik kan nog niet helemaal plaatsen vraag. In principe iedereen die een CVA heeft gehad. Het is voor de goede groep, laat ik dat nog even benadrukken. Als je een CVA hebt gehad en je hebt minimale restverschijnselen, of je hebt een hele korte opname in de revalidatie, dan kun je meedoen met de CVA EatCoach. En daarbij kom je zeg maar van de afdeling neurologie, kom je zeg maar thuis, dan heb je 12 weken de EatCoach, maar daarbij heb je ook nog de fysiotherapie, daarbij heb je ook nog de nazorgverpleegkundige die contact met je opneemt vanuit de thuiszorg. En je kunt ook opgegeven worden voor hersenrevalidatie. Dus ik hoop dat het een beetje een antwoord is. Maar anders kunnen we altijd misschien nog de vraag later beantwoorden als we er een beter antwoord op hebben. Ja, en als die nog niet van me beantwoord is, gooi het nog even in de chat. Okay. Ik had zelf nog een vraag. Ik denk dat jullie 5 jaar geleden niet bedacht hadden dat jullie nu hier zouden staan en in zo'n functie zouden zitten. Waar staan jullie over 5 jaar? Ja, hele mooie vraag. Wauw. Goeie vraag. Ik denk heel hoog in die toren dat we misschien de centrale monitoring mooi landelijk hebben. Kijk, nu doen we het natuurlijk ook wel regionaal. We monitoren nu ook voor het Sint-Jansdal ziekenhuis. Dus dat is echt meer in de regio. Maar de toekomst is natuurlijk ook in improve verband zeker dat we misschien in de toekomst voor elkaar gaan monitoren. Dus dan zie je het echt landelijk. Ja. Dus the sky is the limit. We gaan het zien misschien wel wereldwijd. Dat klinkt helemaal goed. Oké, top. Maar even kijken, want ik zag op die slide nog, hè, wat de volgende 3 dingen zijn die eraan komen. Ja. Prehabilitatie, OPAD en... MS. MS? Ja. Wanneer is het klaar? Hoeveel zorgpaden passen er nou precies in zo'n medisch coördinatiebureau? Ja, we kunnen natuurlijk uit gaan breiden. Dat ligt er ook aan of wij nog meer gaan samenwerken in de regio natuurlijk. Maar volgens mij hebben we er een paar die we dit jaar zeg maar sowieso die sowieso live gaan, om het maar zo te zeggen. Ja. En wellicht komen er ook nog nieuwe verpleegkundigen bij. Dat is leuk. We gaan het zien. Ja. We zitten echt nog in de bouwfase. Ja, zeker. Komende jaren. Ja, is het uitbreiden. En ik denk steeds groeien. Ja. Leuk. Ja. Ik ga even 1 keer in de chat kijken. Nee, er zijn geen nieuwe vragen binnengekomen. Dus we gaan... Dan gaan we door. Dan ga ik jullie erg bedanken. Ja. Bedankt voor jullie verhaal. Ja, bedankt. Leuk. Ja. En dan gaan we door naar het volgende onderwerp. En dan zit er stiekem achter die banners die je ziet. Zit er de volgende spreker, heel goed verstopt. Met een knippertje. Ja. Dat zijn Tom en Job. Die gaan iets vertellen over effectmeting. En eigenlijk over de manier waarop Isela een goede relatie heeft met de zorgverzekeraar. Denk ik. Ja? Denk ik ook. Is dat een veilige aanname? Dat is een hele veilige aanname. Het is eigenlijk een belangrijke succesfactor eigenlijk voor waar we staan, waar we nu staan. Job en ik willen wat vertellen inderdaad over de manier waarop wij onze impact meten. Ik doe even een korte inleiding over het programma en de waarom van het meten. En daarna gaat Job wat meer de diepte in. En ook wij eindigen met een vraag eigenlijk. Aan jullie. Waarom nou impact meten? Dus eigenlijk over het algemeen zie je dat de laatste jaren is op het gebied van digitale zorg zijn er heel veel stappen gezet. Wij zijn eigenlijk ook continu, je hoorde net Sabine en Teske, aan het vernieuwen, nieuwe zorgpaden aan het uitdenken. Alleen op het moment dat je van nieuw naar structureel wil,
is het essentieel dat je ook kan aantonen dat dit goede zorg is. En de bewijsvoering voor e-health is landelijk gezien en ook internationaal gezien nog best wel matig. Dus dat maakt dat wij hebben nagedacht in Ecuador, we moeten dit beter gaan organiseren. Meten is eigenlijk, dat hoort ook eigenlijk bij het DNA van dit ziekenhuis. Hè. Als je gaat meten, dan komen er allerlei verbeterideeën uit. Dat leidt tot continu verbeteren. En daardoor gaan we de zorg eigenlijk, kunnen we eigenlijk iedere dag werken om het weer een stapje beter te maken. En jullie zien aan de rechterkant eigenlijk een drietal programma's afgebeeld in de drie bollen. Dit is eigenlijk de structuur die we hebben neergezet sinds 2019 op basis van de afspraken rondom de transformatiegelden die we met Zilveren Kruis hebben gemaakt. En wij hebben eigenlijk als ziekenhuis de ruimte gekregen om zelf ook te bepalen welke initiatieven wel of niet uit te rollen. Alleen met die vrijheid en dat vertrouwen, daar komt ook een verantwoordelijkheid bij. Dus eigenlijk, we hebben gezegd, nou, het is waanzinnig fijn dat we zo dit mogen doen. Daardoor hebben we in 4, 5 jaar tijd opgeteld zo'n 50 projecten waar we via die structuur kunnen starten en een groot aantal daarvan ook kunnen afronden. Alleen, omdat we niet zo aan de voorkant uitgebreide plannen maakten, wilden we wel heel transparant zijn over wat levert het nou aan de achterkant op. Om een beetje beeld te geven, het Connected Care programma, het Medisch Coördinatiebureau, is net al even genoemd. Als je kijkt binnen Connected Care en binnen het hele ziekenhuis, zijn er meer dan 20 telemonitoring zorgpaden. We hebben morgen een overleg. We verwachten dat we bijvoorbeeld voor 17 zorgpaden ook de polyklinische betaaltitel in rekening kunnen gaan brengen sinds januari. We hebben een drietal fysieke zorgthuis en iets meer dan 3 medicatie thuisprojecten. We zijn bezig met maar transparante samenwerking, ook rondom CVA, maar ook met Parkinson. En daarnaast nog een aantal andere trajecten. En voor dit jaar hebben we een pijplijn met zo'n 50 ideeën, waarvan ons doel is om opnieuw 20 nieuwe trajecten te gaan starten in 2023. En Job gaat nu iets meer vertellen over, ja, hoe doen we dat nou precies? Ja, want het begint natuurlijk allemaal bij een goed idee. En om helder te krijgen en het ook los te trekken van, oké, we willen een app voor de patiënt ontwikkelen of we willen de patiënt thuis behandelen, gaan we altijd even terug naar de bedoeling. Dus kijken van, wat is nou de behoefte van zowel patiënt, zorgverlener. En dat proberen we dan aan de hand van een product vision board, zoals dat mooi heet, te vatten. En op basis daarvan gaan we eigenlijk dus in gesprek met de zorgprofessionals, als projectleiders van Connected Care, om achterhalen, wat is nou eigenlijk de primaire behoefte van de zorgprofessional, maar ook die van de patiënt? En wat is dan eigenlijk ook wat we verwachten, wat het zou mogen opleveren op patiëntwaarde, voor de medewerker de waarde, maar eventueel ook in richting van zorguitkomsten en zorgkosten. Dus we trekken het dan altijd even los van het ideetje van, hé, er is een nieuwe app en die willen we implementeren voor onze patiënten. Maar even terug naar het begin en waarvoor doen we het allemaal en wat is dan ook het beoogde effect daarvan? Hoe we dat meetbaar maken, Tom zei het net al, dat is onze quadruple aim aanpak, waarbij we eigenlijk 4 onderdelen standaard proberen te evalueren bij de projecten. En die bestaat uit dus patiëntwaarde, wat hopelijk even goed of zelfs beter is als we een nieuwe vorm van zorg gaan toepassen. Hetzelfde geldt voor de waarde van de zorgprofessional. De ervaring van de zorgprofessional moet minimaal beter worden, zeker relevant gezien alle tekorten in de zorg. Dus we moeten het ook leuk houden en aantrekkelijk. En daarnaast kijken we natuurlijk naar zorguitkomsten en zorgkosten, waarbij we een deel van de zorguitkomsten kunnen doorvertalen in de kosten. Denk bijvoorbeeld aan opnameduur, of herhaalconsulten of SCH-bezoeken. Maar ook de zachtere zorguitkomsten die door de patiënt worden gerapporteerd, dat zijn de prompts, die willen we hier ook in evalueren. Voor wat betreft de zorgkosten doen we dat een stukje wat betreft het verwachten, maar ook de realisatie proberen we ook te berekenen als het project is gestart. Tom zal zo meteen daar iets meer over vertellen. Uiteindelijk levert dat ons inderdaad dat we kunnen continu verbeteren. En ook deze aanpak proberen we steeds beter te maken. Om het een beetje wat meer gevoel bij te geven, dus waar hebben we het dan over? We hebben 3 voorbeelden vanuit de praktijk. Hij waait weg, dat is mooi. En het eerste voorbeeld is de COVID-thuismonitoringsproject dat we afgelopen anderhalf of 2 jaar hebben opgezet in Isla. Naar aanleiding natuurlijk in de tweede golf is dat gestart. Daar hebben we ook de quadruple 1 dus gemeten. Uiteindelijk hebben we volgens mij bijna 300 patiënten thuis kunnen monitoren. Ofwel van de patiënten van de huisarts, ofwel uit de kliniek konden worden ontslaan.
En dat hebben we dus geëvalueerd op basis dus van de patiënttevredenheid, medewerkertevredenheid en de zorguitkomsten. En die zorgkosten, daar gaat Tom zo meteen wat over vertellen. En wat je eigenlijk ziet is dat het heel erg rooskleurig was bij dit project. Iets door inzoomen op de zorgkosten van dit project, wat we aan de hand van eigenlijk de realiteit hebben geframed. En daar hebben we met name kunnen laten zien dat we een significante bijdrage hebben kunnen leveren in het vrijspelen van de verpleegkundige capaciteit. Dat met name doordat we patiënten eerder uit de kliniek konden ontslaan door middel van de zuurstof thuis en de saturatiemeter thuis samengebracht in een app voor de patiënt en die dan vanuit het medisch coördinatiebureau werd gemonitord. Tweede voorbeeld is het project van wat deels mijn promotietraject is geweest, of nog steeds is eigenlijk, de implementatie van een slimme pleister, een wearable voor patiënten die vitale waarde monitort om zo eigenlijk complicaties eerder te kunnen herkennen, waardoor patiënt betere zorg zou kunnen krijgen, mogelijk daardoor ook korter in het ziekenhuis zou kunnen liggen. En ook hier zie je eigenlijk dat de patiënt heel erg tevreden was, de medewerker nog wat matig enthousiast was en de zorguitkomsten overwegend oké waren, maar we hebben dit in een pilotverband getest, dus ook dat is wel lastig te duiden, omdat het nog een beperkt aantal patiënten was. Bij dit project hebben we ook het doorgerekend bij de patiënten thuis, dus we hebben patiënten ook naar huis laten gaan met deze wearable en gekeken van zouden we deze patiënten dan thuis kunnen monitoren. Nou, dat leek wel haalbaar te zijn, maar ook als we patiënten in de toekomst hier kosten of de opnameduur zouden kunnen reduceren, dan zien we toch dat het best wel een lastig verhaal werd op het gebied van de kosten vanwege de hoge implementatiekosten van de technologie op dit moment. Het is een voorbeeld wat minder rooskleurig misschien is, maar wel de realiteit goed weet te vatten. En op basis hiervan kunnen we ook zeggen, gaan we hier dan ook mee door of gaan we hier mee stoppen na de pilot. Het derde voorbeeld is het evaluatie van het CVA-zorgpad. En ook hier zie je heel mooi op de quadruple 1 dat we de patiënttevredenheid en medewerkertevredenheid redelijk hoog hebben kunnen scoren. Dus dat wordt goed bevallen door zowel patiënt en medewerker. Waarbij we ook zien dat de patiënt ook aardig goed meedoet met de app. 75% lukt goed om die app in te vullen. Contact wordt uitgevoerd zoals het beoogd is in het protocol. Dus ook daar zien we dat het succesvol wordt uitgevoerd. Zorgkosten. Zijn we nu mee bezig? We hebben dus van tevoren daar een verwachting geschetst. Daar gaat Tom jullie over vertellen hier na deze slide. We zien eigenlijk nu al in de pilot dat eigenlijk patiënten gewoon minder op de podium komen bij de verpleegkundige specialist. Dus dat zal denk ik een mooie eerste winst die zich waarschijnlijk ook gaat uitvertalen in de zorgkosten. Tom, dan geef ik jou het woord voor het ISLA Impact model. Ja, helemaal goed. Voordat ik deze ingewikkelde slide ga duiden, nog even terug naar de drie voorbeelden. Want eigenlijk wat Job ook heel mooi zegt, is we verbinden dus ook echt conclusies hier. Dus eigenlijk, we hebben een prachtige analyse gemaakt. En zeker bij COVID zie je dat er 14 FTE vrij speelde in een maand. En dat is voor ons ook echt de les geweest. Van in onze hele prioritering van nieuwe projecten, laten we ons veel meer richten op de kliniek. Daar kunnen we eigenlijk veel sneller meer impact maken. Dus zo zie je ook dat je eigenlijk het meten en het ophalen van een resultaat heeft direct ook eigenlijk effect in waarom doen we de dingen die we doen en welke dingen gaan we dan doen. Dat zie je dus ook eigenlijk hier met de thuismonitor. We hadden een enorme verwachting van de slimme pleister, maar we hebben die nu geparkeerd. Dan data helpt ons om die keuzes te maken. En deze methodiek doet dat absoluut. En dat geldt eigenlijk dus ook voor het CVA-voorbeeld, waar we nu eigenlijk zien dat er veel minder patiënten terugkomen na 12 weken bij de verpleegkundige specialist, omdat eigenlijk door die begeleiding eigenlijk er al heel kort op de bal, er al veel meer contact is in de eerste 2 weken. Dus na die standaard afspraak na 12 weken is eigenlijk niet meer nodig. En dan kom je ook eigenlijk bij het grotere doel van Connected Care, creëren van capaciteit. En ervoor zorgen dat we met evenveel ziekenhuismedewerkers veel meer patiënten kunnen helpen. En wat je natuurlijk ook merkt is, geld speelt altijd een rol. Dus om in kaart te brengen wat nou het effect is van wat we doen op ziekenhuisniveau, hebben we samen met Gupta zo'n 2 jaar geleden dit model gebouwd. En ik zal jullie er kort doorheen nemen. Je ziet eigenlijk dat we aan de rechterkant zien jullie een drietal scenario's. Een productiescenario, een kostenscenario, een opbrengstscenario.
En dat is eigenlijk wat we willen bereiken. We willen kunnen voorspellen wat is de impact op capaciteit, wat is de productie, wat is de impact op onze kosten. Kost allemaal geld, die apps die je extra invoert. En wat is de impact op opbrengst? En in de basis ga je namelijk lichtere DBC-profielen krijgen, dingen ook niet meer doen. Dus de verwachting is ook dat we eigenlijk minder opbrengst gaan krijgen als ziekenhuis. En om dat nou goed te kunnen duiden, hebben we eigenlijk aan de linkerkant een aantal basisgegevens genomen vanuit het jaar 2019. Productiecijfers, onze Logix kostprijsmodel. We hebben gerekend met de tarieven van onze grootste zorgverzekeraar. En we hebben aannames gedaan in het groen over hoe elastisch zijn we nou. Dus over 5 jaar is misschien zijn al onze vaste kosten misschien wel elastisch. Maar in de basis is die maaltijd aan het bed, als je thuis bent, die ga je niet meer krijgen. Die is 100% af te schalen. Maar die verpleegkundige die is er nog steeds, omdat het bed direct weer gevuld wordt met een andere patiënt. Dus zo hebben we geprobeerd een stukje intelligentie toe te voegen aan wat we voorspellen. En het belangrijkste is eigenlijk dat we per zorgpad eigenlijk visualisatie maken van wat doen we nu nog in het ziekenhuis, wat doen we straks thuis. En dat die visualisatie, dat is het blokje links onderin in het geel, door onze zorgadministratieafdeling ook helemaal wordt vertaald in wat zou de impact op DBC uitkomst. En je ziet dan eigenlijk hierachter, waar leidt dat dan toe? Dus we hebben inmiddels zo'n 20 trajecten voorspeld, maar ook het CVA-voorbeeld kwam net al even voorbij. Het inzetten van een e-coach leidt ertoe dat er verwachten zo'n 120 minder polybezoeken zijn, ietsje minder consult op afstand, maar vooral dat er impact is op de verpleegdagen. Dat was eigenlijk de aanname toen we starten, dus dat je minder heropnames, want we kunnen heel snel in de eerste paar weken tackelen. En eigenlijk de grap is dat we nu leren dat het aantal polybezoeken eigenlijk veel meer afneemt dan we hadden verwacht. Als je dan kijkt naar de kosten en opbrengsten, dan zie je eigenlijk onder in beeld dat we voorspellen wat nou de opbrengsten zijn. Dus helemaal rechts, 2024, 394.000 euro minder opbrengsten. We maken ook een afslag. Wat betekent dat voor de dokters, voor ons medisch specialistisch bedrijf? En we kijken eigenlijk naar wat het doet aan de kosten. En dan zie je dus eigenlijk dat dit voor ons een hele negatieve business case is. We hebben en minder opbrengsten en het lukt ons niet om evenveel kosten af te schalen als opbrengsten. En desondanks is dit wel precies wat we moeten doen als ziekenhuis. Juist deze stappen zetten maken dat we ruimte maken voor nieuwe patiënten en meer kunnen helpen. En dit is ook de basis om in gesprek te gaan over nou, wat is dan wel een goede betaaltitel? Hoe zou je dit goed moeten afrekenen, ook voor de lange termijn? Nou, wat zijn dan de uitdagingen die wij zien? Als eerste, natuurlijk de financiering. Hè? Dus voor de polyklinische telemonitoring, daar is nu een betaaltitel. Maar dat betekent dat we ook de overgang van programma naar lijnorganisatie kunnen gaan maken. Maar als je hebt over de andere voorbeelden, zoals hyperemesis, waar Sabine en Teske uitgebreid bij stilstonden, dat is eigenlijk nieuwe zorg, wordt nog niet betaald. En op het moment dat je ook niet op de lange termijn weet hoe iets gaat landen, blijft iets misschien wel een pilot. Dus eigenlijk die betaaltitel is nodig om van pilot naar langetermijn te gaan. We zitten ook een klein beetje in een spagaat. En die spagaat is dat we aan de ene kant bewijs nodig hebben om deze zorg goed te kunnen leveren. Dat je onbewijs nodig hebt eigenlijk deze zorg in grote getalen zou willen leveren. Alleen als je die zorg in grote getalen wil leveren, dan wil je ook eigenlijk dat die zorg ook gefinancierd wordt. Dus wij hebben het geluk dat we door het construct met Zilveren Kruis deze stappen kunnen zetten en deze opschaling in kunnen gaan. Maar dat zouden we eigenlijk veel meer op andere plekken in Nederland ook moeten doen. Omdat we anders onszelf niet gunnen dat we hierin leren en hier beter in worden. Ook natuurlijk data. Hoe komt dat nou goed samen? Klopt dat? De registratie aan de bron van data is ontzettend belangrijk. We zouden eigenlijk die standaard die Job noemde, ik zou het liefst willen dat eigenlijk de dokter of verpleegkundige verantwoordelijk voor de zorg, dat die eigenlijk dagelijks of wekelijks zou kunnen sturen op, lukt het dan om deze zorg naar huis te verplaatsen? En wat vinden de patiënten daarvan? En omdat eigenlijk er nu pas betaaltitels komen, komt er nu een incentive om deze zorg in Hicks goed te gaan registreren, hebben heel veel vertraging in het teruggeven van die verantwoordelijkheid waar die hoort. Namelijk bij de zorgprofessional die samen met de patiënt bepaalt, hoe willen we nou deze zorg vormgeven? Wat je ook eigenlijk ziet is dat er best wel dat het heel lastig is om aan de voorkant te voorspellen wat nou al dan niet goede zorg is. Dus je ziet eigenlijk regelmatig naast de roos.
En zijn we eigenlijk, en dat, als, je zou eigenlijk willen dat er meer delen met elkaar van wie er nu wat, wat is nou een succes geweest, zodat we eigenlijk eerder eigenlijk met z'n allen ons op die bonsai, op die roos kunnen gaan mikken en niet met z'n allen daarnaast af en toe nog schieten. Zeker nu, schaarste van personeel alleen maar meer en meer aan de orde is. En dit vraagt natuurlijk, we vertellen hier een hopelijk enthousiast verhaal over de, deze verandering. Maar om het ook te borgen, het is niet niks. Een werkwijze op een afdeling, het begint met één enthousiaste dokter, één enthousiaste verpleegkundige, die overtuigende leidinggevende, die gaan starten, of misschien net van de volgorde. Maar de bestendiging van die drie of die vijf naar een afdeling van 150, ja, dat is een traject dat kost tijd. En dat gaat met vallen en opstaan. Dus ook daarin moeten we realistisch zijn en inschatten dat dit misschien wel meer tijd kost dan we zouden willen. Maar dat we toch moeten doen, omdat dit wel de juiste weg is om in te slaan. Ja, en last but not least, dus eigenlijk de, dat wat er mogelijk is aan techniek thuis, dat gaat natuurlijk ook een enorme vlucht nemen. Maar daarin zie je wel dat eigenlijk de, misschien dat we op termijn wel veel geavanceerdere technologieën naar huis zouden kunnen verplaatsen. Maar op dit moment maken we eigenlijk de grootste stappen met een hele simpele app met een vragenlijst en een saturatiemeter. Dus op het moment dat ook de techniek nog verder doorontwikkelt, worden ook de mogelijkheden om echt het hele ziekenhuis in iemands woonkamer te organiseren nog groter en groter. Gaan we naar de laatste slide. Eigenlijk zijn we eigenlijk benieuwd, ik zag al rechts onder in beeld een aantal vragen voorbij komen. Maar als eerste zijn we ook benieuwd, wie herkent eigenlijk de uitdaging die we net hebben genoemd? En de tweede is eigenlijk ook een hulpvraag. Wij denken dat we eigenlijk, we schetsen hier een voorbeeld, hè, de quadruple AM en de manier waarop we evalueren. We hebben een standaard ook geprobeerd te maken, ook weer per as van die quadruple AM. Om te voorkomen dat dat zoals gevreubel is van Job en mij en een aantal andere collega's. Hoe wordt dit nou iets wat, hoe wordt dit nou ook een standaard op landelijk niveau? En hoe gaan we nou zorgen dat we daar afspraken over kunnen maken, zodat we kunnen vergelijken met elkaar, kunnen leren van elkaar? Nou, ik ben benieuwd naar jullie reacties en ik geef eigenlijk over aan Jos om ons weer te modereren. Yes, we gaan nog even, nog voordat we op die stellingen komen, je antwoorden op die stellingen zijn natuurlijk van harte welkom in de chat. Er zijn een paar vragen in de chat gekomen. Ja. Jullie noemden drie mooie voorbeelden, hè, waaronder die CVA. En dit is zeg maar de, hoe je meet wat de interventie is van specifiek de manier, deze manier van werken. Hoe verhoudt zich dat ten opzichte van de reguliere manier van werken? Want bijvoorbeeld die patiënt die een 7,9 geeft, wat geeft een reguliere CVA-patiënt eigenlijk? Ja, een hele goede vraag. Dus dat is, dat is heel moeilijk te duiden. Dus wat wij hier in kaart brengen is ook niet zomaar wetenschappelijk te maken. Hè. Het is ook een meer pragmatische manier van meten. We vergelijken wel met eigenlijk de reguliere patiënttevredenheidsscores van een afdeling. Maar die groep die is nooit helemaal te vergelijken met de groep die je includeert. Ja. Hetzelfde dat je gevoelsmatig ga je misschien ook net een gezondere patiënt includeren voor een e-health applicatie ten opzichte van de gemiddelde populatie. Dus dit is een hele terechte vraag. Iets waar we nu ook in zoeken van hoe zouden we dat beter per traject kunnen doen. En waar we nu aan denken is om eigenlijk op basis van historische data, de groep patiënten die in een coach zit, hun kenmerken te vergelijken met een wat grotere groep historische patiënten, om zo eigenlijk te kunnen zien wat vinden zij, wat vinden ze niet. Maar dan heb je dus niet een cijfer, want dat heb je niet per se gevraagd aan al die patiënten, maar wel, dan kan je wel uitkomsten en zorgopbrengst en zorgkosten vergelijken. Ja, en dat valt natuurlijk, valt of staat met goede registratie. Dus dat is denk ik ook een aandachtspunt erin. Ja, 100%. Ja, zeker. En bij die dingen die gemeten werden, andere vraag uit de chat. Dat is zeg maar de impact op het ziekenhuis gebeuren. Ja. Wat voor effect hebben al die interventies nou precies op al je ketenpartners? Ja, en hoe neem je die mee? Ja, hele leuke vraag. En dat, wij willen heel graag dit model uitbouwen. Om te kijken, wat betekent dit nou ook bij huisartsen? Wat betekent dit in de thuiszorg? Dus wat we, maar dat ik dan moeten we dus eigenlijk patiëntnummers kunnen koppelen aan hissen, aan ECD's van thuisorganisaties. We hebben heel erg de wens om dat uit te zoeken. En we weten er denk ik wel een beetje wat van. Dus je ziet dat je hebt sommige zorgpaden die eigenlijk heel erg
ziekenhuiszorgvader zijn. Dus eigenlijk een kort traject in het ziekenhuis met een operatie. Een beetje begeleiding voor en een beetje begeleiding na. Nou, die kan je redelijk stand-alone beschouwen. Terwijl eigenlijk de chronische zorgbaden, ja, daar leeft deze vraag echt enorm. Want het laatste wat je wil is dat wij voor meer werk zorgen bij de huisarts of de thuiszorg. Ja, en het gaat voor een gedeelte om data, maar voor een gedeelte natuurlijk ook over het goede gesprek. Absoluut. Dus in die zin dat, dus ik noem al even die overlegstructuur in het begin. Hè. Dus daar zijn huisartsen bij aangesloten, daar is de thuiszorg bij aangesloten. Dus zowel de zorgverzekeraar als eigenlijk de partners in de regio kijken mee met onze projecten. Zien dus en mogen wat vinden van een idee. Ja. En die worden op de hoogte gehouden van de voortgang. Yes. Hey, nog een vraag. Die zag je denk ik al voorbij komen onderin het scherm. Een vraag vanuit het UMCG. Is dat Isla Impact model, dat Zwolse, misschien wel Zwolse gevreubel, ja. Dat zijn niet mijn woorden. Ja. Is dat nou gewoon toepasbaar in elk ander ziekenhuis? Ja. Kunnen die, dus als we deze doorsturen naar het UMCG, dan kunnen ze op dezelfde manier meten wat het effect is van de interventies die ze doen op het gebied van e-health? Ja, met twee disclaimers. Dus één is dat eigenlijk je zal moeten kijken naar je eigen kostprijzen, je eigen tarieven met de zorgverzekeraar natuurlijk. Dus je zult zelf eigenlijk voor die grote databestanden moeten zorgen om eigenlijk een model te laten werken. En de tweede disclaimer is eigenlijk dat ook voor je kostprijzen, die logica die kan zomaar verschillen. Bij een academisch ziekenhuis ten opzichte van een topklinisch ziekenhuis. Ja. Maar in de basis klopt die. En de derde is eigenlijk dat het is heel veel werk van je zorgadministratieafdeling. Dus hou daar echt rekening mee. Het is heel bewerkelijk om dit goed te doen. En het helpt ook in gesprek met de dokters. Maar het is geen plug-and-play. Het is geen Lucie-app die je zo installeert. Het is echt wel, er zit veel werk achter. Ja, precies. Dus als je, maar jullie stellen die vraag hè, van wie wil er meedenken om dit verder te ontwikkelen? Dan, nou ja, dan zoek je dus naar andere ziekenhuizen die ongeveer op dezelfde manier dit meten. Graag, ja. Of misschien juist op een hele andere manier. En ons daar weer scherper in aanscherpen. Dat mag allemaal. Yes. Ik zag nog een hele, ik ga zo meteen nog even in de chat kijken hoor. Ik zag nog een, nou er komen nog een paar bij. Dankjewel namens Monique van het UMCG. Daarmee ga ik ervan uit dat het. Ja, helemaal goed. Een hele technische vraag. Ja. Al die data komt binnen in al die apps, heb ik gevat. Hè? Ja. Komt dat dan in een centraal data warehouse terecht? Of komt dat ergens in Higgs terecht? Ja, die mag jij beantwoorden, joh. Dat verschilt per app. En de gedeeltelijk eigenlijk in de data warehouse van de app zelf. Of in de data warehouse van Higgs. En er zit een haal, een heel technisch verhaal. Maar als we door de oogharen heen kijken, denk ik dat we nog niet alles in Higgs hebben. Dat is eigenlijk onderaan de streep het belangrijkste. Wij wel dat het optimum zou moeten kunnen zijn. Of je dat dan echt in Higgs presenteert aan de zorgprofessional, of dat je dat opslaat in je data. Ergens denk ik dat je het in eigen beheer hebt, waardoor je ook veel geavanceerde analyses erop zou kunnen doen. Dat is wel de voorkeur, maar dat is ook weer een ongoing proces. Dus daar zijn we in gesprekken met bijvoorbeeld Lucie om te kijken hoe kunnen we die dataflow eigenlijk continu krijgen, dat het telkens een nieuwe verversing van de data in ons eigen data werkt. Ja. Ik ga zo even. Er zit veel beleid achter. Dus eigenlijk, we willen dat alle prompts, alles wat je met patiënten wil bespreken, doet in Higgs. Maar we zien dat sommige dingen van Lucie, het mag als het ware ook om Higgs heen. En dan wil je meer eigenlijk alle data die je gebruikt om patiënt thuis te monitoren, vooral op één plek hebben. Zodat je daar uiteindelijk AI op kan toepassen en slimme dingen kan doen. Dus beide denkrichtingen zetten we in. Ik ga zo meteen even in de chat kijken. Nog één vraag die ik zelf had. Ik zie. Krijgt het aardig mee hè? Binnen Isola. Ik zie dat er echt een hele goede relatie is tussen zorgverzekeraar en ziekenhuis. En dat is echt gebaseerd op echt op de samenwerking en op basis van vertrouwen. Ja. We zien nu het Integraal Zorgakkoord. Ja. En dat de transformatiegelden, dat je daar, die kan je aanvragen. En er is een proces voor bedacht. En ik heb het proces een beetje gezien. Hoe kijken jullie daarnaar? Ja, ik moet zeggen dat ik dat voor ons inderdaad, dat is wel even wennen. Dus dat. We hebben daar ook een heel goed gesprek over met Zilveren Kruis. We hebben ze afgelopen donderdag gesproken. Zij zitten zelf ook in een ingewikkelde positie. Want aan de ene kant vertrouwen ze ons en zeggen ze gaan zo door. En aan de andere kant wordt het Integraal Zorgakkoord gevraagd aan hen om te beoordelen en daar ook heel kritisch in te zijn. Ja. Dus we zien vooral dat zij zoeken wat eigenlijk naar hun rol. En er zijn twee opties, hè? Snelle toets of groot plan. En wij zorgen gewoon dat we die hele snelle toets Indienen. Dus voor het eind van de maand ligt er een plan bij Zilveren Kruis. Ja, ik loop naar mijn laptop.
Even kijken hoor. Waar moet je nu kijken? Ja, waar ga je kijken? Nog een aanvullende vraag over die Derto Warehouse. Die DBC-kostprijs die bestaat uit een vast, niet volumeafhankelijk deel en een variabel deel. Daar heb je net ook al verteld, hè? Ja, zeker. Wordt het variabele gedeelte van de kostprijs eigenlijk wel gedekt? Nou, dat is een hele detailvraag. Hè? Maar wij hebben eigenlijk in Logic zijn eigenlijk kostprijstypes. En op kostprijstype hebben we eigenlijk die elasticiteit gehangen. Dus dat is meer variabel dan het vaste gedeelte. En de vraag of het gedekt wordt, ja, wij doen het vooral op ziekenhuisniveau. Wij zijn nu een stap aan het zetten om te kijken van per zorgpad, per zorgketen, wat is het tarief ten opzichte van de kosten. Dus dat is iets waar wij als ziekenhuis, we gooien dat op een hoop en trekken de conclusie of het past of niet. Dus ik verwacht dat we daar eigenlijk komend jaar, omdat we ook meer in zorgketens gaan ontwikkelen, echt in gaan leren. Ja. Door de vraag van de chat zijn we heen. Het is nog geen 4 uur, dus Gijs is er nog niet. Maar ik heb nog wel wat vragen. Namelijk, ik hoorde jullie zeggen, je hebt die slimme pleister. Jij bent erop aan continue monitoring aan het promoveren. En ik hoorde Tom zeggen, we hebben nu even onder hold gezet. Vertel er eens wat meer over. Is het daarmee een heel groot succes? Of zit er een ander randje aan? Nou, we zijn nog eigenlijk zoekende naar van wat is de waarde van continue data thuis. En we hebben het zorgpad zo ingericht dat we de pleister voor de patiënt hadden. En die pleisterdata werd dagelijks beoordeeld door de verpleegkundigen die we net hebben gezien. Teske en Sabine onder andere. We hebben de patiënten 5 dagen opgevolgd. En naast dat ze naar die trends keken, hebben ze ook de patiënt gebeld om de dag eigenlijk. En dat voor een periode van 5 dagen. En eigenlijk wat we zagen is dat die overeenstemming tussen wat ze van de trend vonden en wat ze met het telefonisch consult eigenlijk ondervonden of beoordeelden van de patiënt, lag redelijk goed bij elkaar. Waarbij nog wel de vraag was van ja, maar wat is nou die waarde van die continue data thuis? Waarbij de verpleegkundige bijvoorbeeld zei, ja, ik ben ook wel heel tevreden als ik al 1 meting heb per dag. Dat geeft mij ook al beeld. Dus ook nog wel zoekende naar van wat is nou de waarde van data thuis? En ook zeker omdat daar best wat ouderwetse clinical decision, dus klinische besluitvormingsondersteuning software aan vast zit. Is de waarde nog onvoldoende duidelijk? En de kosten die aan die pleister hangen en de software hebben we uitgerekend versus wat zou het kunnen opleveren. En daar zien we dat we gewoon te veel kosten moeten maken om te zeggen, dit gaan we als standaardzorg doen. Dus eigenlijk de conclusie is van oké, we doen het niet voor standaardzorg. We gaan dit in de thuissituatie eerst verder in experimenten toepassen voordat we het echt als standaardzorg gaan aanbieden. Omdat we goed willen zijn, ja, zeker willen zijn van wat is nou echt die impact voor die patiënten, voor de zorg en levert het dan ook echt de belofte op zoals soms zoals geschetst wordt. Ja. En dan raak je ook weer een ander groter thema. Ik was vorige week maandag bij het ICT en Health Congres en daar deden Zorgverzekeraars Nederland de oproep om geen pilots meer te doen en vooral op te gaan schalen. Ja. Ik hoor hier best wel vaak het woord experiment en pilot voorbij komen. Ja. Hoe zorgen we nou voor dat we met z'n allen in die opschaalmodus komen? Hoe zorgen we ervoor dat we als Nederlandse ziekenhuizen ook leren van elkaars pilots? Doen we dat al genoeg? Ja, ik denk dat we daar wel beter in worden. Hè? Dus je merkt dat die hashtag Proudly Copied From, die begint wel meer en meer te leven. Hè? Dus even de laatste dingen die Hugo de Jonge nog heeft gedaan op het ministerie VWS. Maar dus ik denk dat dat gaat goed. Je ziet dat een aantal leveranciers daar ook een hele dominante rol aan neemt. En beter dichtbij en Lucie, die zijn echt heel erg aan het stimuleren het kennis delen, heel erg. Wij bijvoorbeeld vorige week een webinar van de NVZ gegeven, waarbij eigenlijk ook weer heel breed rond een monitoringcentra wordt gedeeld. We hadden gisteren de NZH op bezoek. En die doen een rondje nu langs de 7 ziekenhuizen die het vers zijn met medisch servicecentra. Dus ik merk wel dat dat eigenlijk zo gaat. En ook voor de transitie magazine dat we eigenlijk ieder jaar posten. Ja, wij willen ook heel transparant zijn over die cijfers. Dus het kan altijd sneller. Het is lastig, denk ik ook. Hè? Wanneer is de pilot en wanneer ga je schalen? En ja, je ziet dat je van tevoren moet je goed de basis op orde hebben om een schaalbare oplossing te verzinnen. En
soms weet je nog helemaal niet zo goed hoe die oplossing precies werkt. Dus die pilot is soms nodig om dat werkproces nog te fine-tunen. Dat je slimmer wordt als verpleegkundige of als arts om te gaan met de nieuwe technologie. Of misschien zelfs als patiënt. Dus die pilot blijft nodig. Maar het is goed om daar te kaderen met duidelijke evaluatiecriteria. Waardoor je ook hopelijk sneller kan schalen. Dat is één. En twee, denk ik ook, dus, hè, die basis op orde van oké, we registreren, we krijgen een betaaltitel. Dat maakt ook dat het schaalbaar wordt. En je ziet dat het daar ook nog wel eens vastloopt. Daarnaast denk ik, waar Tom ook wel de uitdaging ook schetst over de gedragsverandering. We zien ook nog wel eens dat het wat langer in de pilotfase blijft, omdat het vertrouwen moet groeien. En dat is dan, je hebt gefocust op een aantal koplopers, hè, die trekken dat project. Maar ja, het kost wel even wat tijd om die hele groep mee te krijgen. En dat moeten we soms accepteren. En juist te veel pushen erop, dat kan ook weer averechts werken. Dus het is zoeken naar die balans. En dat is ook uitdaging. Ik, persoonlijk denk ik wel dat ik zou wel zijn in die opschalingsfase. Dus daar, ik verwacht dus die, we hadden 30 projecten, er komen er dit jaar 20 bij. En dat zijn er volgend jaar misschien nog wel meer. Ja. We leiden eigenlijk mensen op om Lucitrade te bouwen, zodat we eigenlijk die expertise zelf hebben. En dus ik hoop daadwerkelijk morgen een ja te krijgen van de zorgadministratieafdeling, dat we 17 keer de polyklinische betaaltitel in rekening kunnen brengen. En dan heb je misschien wel een miljoen omzet, misschien wel meer dit jaar, uit eigenlijk polyklinische zorg. En dan kan je het ook bestendigen. Dan kan je ook de afspraken maken over, een stukje van de kosten valt daar, de verantwoordelijkheid ligt in de lijn. Dus die betaaltitel, die zou wel iets eerder in kaart mogen komen. Niet zozeer omdat je dat nodig hebt, maar omdat dat gewoon, dat een soort van het sluitstuk om de rond te maken. Ja, en dus, zeg maar, dan interpreteren jullie mijn vraag als opschaling nu, zeg maar, de interne opschaling. Ja. En als we het over Nederland hebben, we hebben elke keer die discussie, hè, van wat is nou precies de regio, moet een steeds grotere rol krijgen. Ja. Wat is nou precies de regio? Of zijn er, moeten we veel meer landelijk met andere ziekenhuizen samenwerken? Wat is jullie visie erop? Ja, leuk. Ja, wij zien eigenlijk. Ik stel alleen maar vragen waarvan ik het antwoord zelf niet weet. Dit is voor ons ook een zoektocht. Hè? Dus we hebben nu een samenwerkingsovereenkomst met St. Janssen. We hebben 4, 5 andere ziekenhuizen waar we goed mee in gesprek staan. Zij misschien ook zo'n samenwerkingsovereenkomst gaan tekenen. Dus je ziet dat een aantal ziekenhuizen de afweging maakt van, ik ga dit niet zelf doen, ik zoek contact. Maar wat we ook eigenlijk heel boeiend vinden, is eigenlijk huisarts en thuiszorg. Weet je, hoe zouden Sabine en Teske hen ook kunnen helpen? Dus wat wij ook willen onderzoeken is, wat zijn nou hun uitdagingen, waar is te druk voor, hoe kunnen we daarin ondersteunen, wat zou dan een passend businessmodel zijn? Dat zijn denk ik wel relevante vragen. En op de vraag van hoeveel, hoe groot, ja, de podcast heet niet voor niets Zorg Dichtbij. Dus je wil dat die zorg thuis ook dichtbij voelt. En wij denken wel dat de regio een hele belangrijke stuwende kracht is. Weet je, hier zijn de relaties. Hier ken je de thuiszorg, hier ken je de huisarts. Dan loopt het om te verdiepen. Dus zo zien we het een beetje. Oké, gaaf. Dankjewel. Ik ga nog één keer in de chat kijken. Bijvoorbeeld een nog een vraag. Op jullie verhaal, zijn er ook mogelijkheden richting GRZ-ELV? Ja, een hele boeiende vraag. Kijk, dus je hebt eigenlijk dat medisch coördinatiebureau. Eerst de afkortingen. Ja, het ELV is eerste lijns. Ik ben heel slecht in. Misschien zou je de afkortingen zelf kunnen duiden in de chat. Voordat ik allerlei verkeerde dingen ga zeggen. Eerste lijns blijft, ja. En wat je... Het medisch coördinatiebureau probeert echt voor die chronische zorgoplossing te zijn. Dus eigenlijk een patiënt die is in de zorg en dat wil je eigenlijk is al in zorg en dat wil je op een goede manier begeleiden. Dus ook in het hele netwerk zorgen dat de patiënt op de juiste plek is. Je ziet daarnaast dat er eigenlijk rondom de acute zorg ook natuurlijk heel veel initiatieven zijn. Zorgcoördinatiecentra, er wordt heel goed samengewerkt tussen verschillende hubs. Er is hier een regionaal centrum voor de oudere patiënt, de RCPZ. Dus je ziet eigenlijk ik zou dan meer kijken van wat is de behoefte van de patiënt en de noodzaak om iets te organiseren en hoe doe je dat. En wij denken dat met zo'n medisch coördinatiebureau dat echt voor de chronische patiënt, dat je daar eigenlijk een oplossing in hebt. En de zoektocht is wel, hoe gaan die drie dan zich weer tot elkaar verhouden? En is het niet misschien logisch dat dat uiteindelijk weer op één plek komt? Zou allemaal kunnen, maar voorlopig zien we nog wel dat het net allemaal met een andere insteek begonnen is. En oké is dat er nog groeit. En ja, dat er wel dat gesprek dit jaar is aangaan hier in de regio. Tjie.
Helemaal goed, dank jullie wel. We hebben Elina hebben we wel in huis. We hebben Gijs nog niet. En we hebben ruzie met de computer. En dan gaat de telefoon. Er gaat er gebeurt van alles. Welkom in het ziekenhuis. Zeker. Zullen we het stukje doorgeven aan jou, Elina? Zal ik je even helpen of je dat Gijs aftrapt? Ja, weet ik niet. Wat is handig? Ik wil best wel beginnen, maar ik ben niet voorbereid hoe het begint. Maar... Nou, dan gaan we gewoon kijken hoe we eruit komen. Ja, hè? Ik blijf naast je staan. En dan, Yes. Wisselen wij ook. Wisselen wij. En dan neemt Gijs ons zo... Hey, bedankt voor je verhaal, Joel. Ja, graag gedaan. Ja. Nou, dit wordt een grote verrassing. Hè? Dit is improviseren. Dit is het ziekenhuis. Dat kunnen we. Ja. Dat hoeft niet eens. Dat hoeft niet. Op tijd. Precies op tijd. Vraag ook om Gijs. Het is, nou zeg, nou, 40 seconden te laat. Die vergeven we. Zijn we al live? Ja, we zijn live. In beeld. Ja. Ik ga mijn klikken aan jou geven. Fijn dat je bent, Gijs. Je mag ook even uithijgen, hoor. Nee, dat moet niet. Ik kom net van de OK. Hallo allemaal. Wij willen graag wat vertellen over digitale ondersteuning van zorgpaden en rondom operaties, met name rehabilitatie. En we zullen ons even voorstellen. Ja. Ik ben Elina Snoek, projectleider bij Connected Care en sinds kort ook voor een deel bij Empro. En opgeleid als Lucid Developer, dat betekent dat ik sinds kort ook zelf apps kan bouwen. Ja. En ik ben Gijs Partijn, ik ben chirurg hier en tevens één dag in de week verbonden aan het Connected Care programma namens de medische staf. En begeleid onder andere het rehabilitatieproject. Dus wat wij gaan vertellen is dat wij een digitaal zorgpad aan het bouwen zijn. En daar gaan we het over vertellen. Precies. Digitaal ondersteunen van zorgpaden, dat past helemaal in het ISA. Het ISA staat helemaal vol met het woord passende zorg. En wat dat dan is, wordt omschreven als het kan zelf, als het kan digitaal, als het kan dichtbij en als het kan arbeidsbesparend. En het digitaal begeleiden van patiënten past er heel mooi in. Wat er ook in het ISA heel uitgebreid aan de orde komt, is dat het regionaal vanuit netwerkgedachten moet worden opgezet. Liefst samen met de nul in de eerste lijn. Nou, dat is dit ook, dit project, want dat zal ik zo meteen verder uitleggen. En een prominent staat ook in het ISA dat we meer naar zorg gaan. Van zorg naar preventie gaan. En dat is eigenlijk is dat rehabilitatie is ook een vorm van preventie. Nou, digitaal zorgpad dikke darmchirurgie, daar gaan we het over hebben. En dat zorgpad bestaat eigenlijk uit drie fases. Fase 1 is voor de operatie. En daarin gaan wij de patiënt rehabiliteren. Ga ik zo vertellen wat het is. ERAS is de fase zeg maar, in de kliniek, vlak rondom de operatie zelf en tijdens de opname. En als mensen naar huis zijn, dan kom je in de revalidatiefase terug naar functioneel herstel. Nou, fase 1, wat is rehabilitatie? Nou, in feite is het patiënten fitter aan de startstreep laten komen voor een grote ingreep. En fit in, better out. En wat daar uit veel onderzoek is voor gebleken, is dat leidt tot minder complicaties, kortere lichtduur, minder zorgdruk. Niet alleen het ziekenhuis, maar ook bijvoorbeeld huisartsen hebben uiteindelijk minder telefoontjes van patiënten en lagere kosten uiteindelijk. En rehabilitatieprogramma wat geschreven is in Nederland door Fit for Surgery, dat is een stichting die landelijk het programma verder wil uitrollen en die ondersteunt dat op inhoudelijke gronden. En daarvoor is het intensieve rehabilitatie zorgpad uitgewerkt vanaf de diagnose, dus bij de MBL-arts voor darmkanker, tot aan de operatie. En er zit een gemiddeld zo'n 4-5 weken tussen. En in die 4-5 weken gaan patiënten multimodaal 3 weken trainen om fit te worden. En dan gaan we zo verder op in wat dat dan is. En we doen baseline metingen en eindmetingen om te kijken wat het nou het effect is voor ook een landelijke wetenschappelijke studie door de Fit for Surgery Stichting. Hoe mooi is het als je patiënt kan motiveren om zelf iets te kunnen bijdragen aan je eigen uitkomsten. Want als we de patiënt fit aan het begin van de operatie hebben, dan heb je zelf ook als patiënt heb je er veel aan, want je komt er fitter uit. Je hebt minder last van complicaties, je kan er beter mee omgaan.
En mensen kunnen dus heel goed gemotiveerd worden door de dokters en door alle betrokkenen aan het begin van het zorgpad om te zeggen van nou, u kan echt wat bijdragen. Hè? En oudere mensen die de diagnose kanker krijgen, die kunnen wel eens, zeg maar, heel angstig zijn, wachtende op de operatie. En als je dan iets zegt van u moet echt gaan bewegen en u moet beter gaan eten, dan gaan de meesten gewoon helemaal niks doen. En dan word je alleen maar minder sterk. Nou, wat is, nou, als je hier op de grafiek kijkt in de tijd, dan zie je bij die pijl, dat is het tijdstip van de operatie. En daar helemaal links, op de als 0 punt, is het moment van de diagnose. En wat je ziet als je niks doet, is krijg je die stippenlijn aan de onderkant. En dan zie je dat de mensen tot aan de operatie eigenlijk, wat ik net zei, ook al conditie inboeten. Want bij de operatie, dan ga je altijd achteruit in conditie. Dat is per definitie zo. Een operatie vergt veel van je. Je ligt plat in bed. Je mobiliseert weinig in het begin. En uiteindelijk herstellen ze dan. Maar ze komen meestal niet boven de oorspronkelijke nulpunt uit. En als je gaat prehabiliteren, dus mensen gaat trainen. Dan probeer je eigenlijk vlak voor de operatie al een stuk beter, fitter te zijn dan ze normaal zijn. En dan zakken ze wel. Maar uiteindelijk kunnen ze zelfs beter uit dat hele zorgpad tevoorschijn komen. Nou, wat zijn de 5 pijlers van prehabiliteren? Dat is fysieke fitheid, voeding, mentale weerbaarheid, het optimaal regelen van anemie en instellen van het voorbereiden van mensen met comorbiditeit, die bijvoorbeeld hart- en longaandoeningen hebben, en het proberen te stoppen van intoxicaties. Nou, fysieke fitheid, tijdens die 3 weken trainingsperiode tot aan de operatie, dan worden ze in de eerste lijn door de fysiotherapie, 3 keer 3 sessies, dus 9 sessies, echt stevig getraind. Kracht, maar ook aerobe training. En tijdens die hele fase worden ze ondersteund door een diëtist met eiwitsuppletie. En als je spiermassa wil aanmaken, dan moet je eiwitten eten. Dus dat wordt extra gesuppleerd. En mensen die dat echt nodig hebben, die krijgen een consult van een medisch psycholoog. En de anesthesist die bemoeit zich met het optimaliseren van de ijzerstatus van het HB. Want dat maakt heel veel uit. Als je goed HB hebt aan het begin, dan komen we er veel beter uit. En als mensen roken, dan sturen ze naar de stoppen met rokenpolie en eventueel een verslavingsarts als ze alcohol drinken. Nou, als je dat hele zorgpad, is een beetje een drukke dia, maar als je het hele zorgpad bekijkt, zie je dat je aan het begin heb je de diagnose, de verwijzing. Dan komt er een behandelplan door de chirurg en het multidisciplinaire team. Dan krijgen ze in die eerste week krijgen ze allerlei consulten van de case manager van de prehabilitatie die wij gaan aanstellen hier. De diëtist, de fysiotherapie, doen allemaal metingen en bepalen dan het optimale trainingspad gedurende 3 weken. En dan uiteindelijk een eindevaluatie en dan is de operatie. Nou, dit zijn met dank aan Radboud de resultaten van de studie van dikke darmkankerpatiënten. En als je dat ga ik dan niet in detail op in, maar je ziet dat het duidelijk minder ernstige complicaties zijn. De opnameduur is 3 dagen korter. En dat zie je ook in heel veel andere studies. Vooral dikke darmoperaties is daar best veel evidence inmiddels. Komt daaruit minder complicaties, kortere opnameduur en sneller herstel. En dat het ook niet alleen beter is voor de patiënt, maar ook kosten bespaart. Dat is helemaal uitgezocht in het Maxima Medisch Centrum. Door Gerrit Sloter en collega's. En die hebben aangetoond dat je echt geld bespaart. En dat is ook de reden dat nu de verzekeraars hebben gezegd, voor dikke darmchirurgie is de evidence zodanig dat we dat ook willen gaan vergoeden. En wat is er namelijk niet vergoed eigenlijk, is vooral het fysiotherapie voor de operatie. Dat stukje zit normaal niet in het basispakket. En daarvoor heb je een vergoeding nodig. Nou, en ondertussen wordt landelijk gewerkt aan om dit ook vergoed te krijgen voor andere grote chirurgische operaties. Want het ligt natuurlijk voor de hand dat het voor andere grote chirurgie ook geldt. Nou, wij doen dat nu voor darmkanker, gaan we over een paar weken starten hier. Maar we willen dat heel breed voor heel veel zorgpaden en operaties dus gaan invoeren. En, en dat ze weer stapsgewijs gaan uitbreiden. En uiteindelijk gaan de verzekeraars waarschijnlijk ook daarvoor vergoeding realiseren. Nog even de doelgroep. Nou, in principe alle grote chirurgische ingrepen met risico's. Hè, waar mensen echt soms complicaties kunnen krijgen. Waarvoor het fijn is dat je goede conditie hebt. En een relatief beperkt tijdspad.
Want bijvoorbeeld mensen met kanker, die hebben meestal zo'n 4-5 weken totdat ze geopereerd worden. En daarvoor heb je dus een vrij intensief korte periode van training nodig. Je kan het natuurlijk voorstellen, hebben we onderaan electief, dat orthopedische operaties bijvoorbeeld, dat die, daar heb je veel meer tijd om mensen fit te krijgen, want dat heeft nu niet zo'n haast. En nou goed, dus hoe pak je dat nou aan? In dit ziekenhuis is nu dit hele traject helemaal opgepakt met een heel team, met allemaal betrokkenen. Je hebt een team, je hebt funding, projectleider, case manager nodig, eerste lijn en de regio moeten mee. En een helemaal uitgewerkt zorgpad. Nou, als je even kijken. Deze die is even ingefietst. Maar goed, wat je ziet is dat patiënten hier beter uitkomen. En dan dit zijn een aantal metingen die we in hospital doen en post-hospital. En nou, wat is nou de impact van alle soort interventies? Wij moeten dit allemaal evalueren, net zoals alle andere interventies, op de quadruple aim. Dat is patiëntwaarde, zorguitkomsten, toegevoegde waarde voor de medewerkers en de zorgprofessionals en de kosten. Nou, fase 2, wat ik dus nu allemaal heb, is het eerste fase voor de operatie. En ERAS, dat is iets wat al heel lang speelt, al denk ik 15 jaar in de Nederlandse ziekenhuizen, waarbij patiënten zodanig na een darmkanker of andere grote operatie snel worden gemobiliseerd en begeleid, zodat ze sneller herstellen en sneller het ziekenhuis uit kunnen. En bijvoorbeeld, vroeger mocht je niet meteen gaan eten. En nu worden mensen na een darmoperatie meteen aan het eten gezet. Ze moeten meteen het bed uit en mobiliseren. En allerlei katheters en zo worden verwijderd, want dat belemmert alleen maar de mobilisering en het herstel. En dat hele ERAS, dat is een programma wat helemaal uitgekristalliseerd is. Dat loopt al in dit ziekenhuis, in heel veel ziekenhuizen. Maar dat hoort bij het klinische zorgpad van de darmkankerpatiënt. En dan heb je de fase 3, wat ik zei, terug als je naar huis gaat. Van op dat moment ben je natuurlijk nog niet, je moet herstellen nog. Je moet weer op conditie komen en dat noemen we ontstel tot functioneel herstel. En ook daar is winst te halen, want heel veel mensen kunnen daar trainen en beter bewegen, beter eten, om uiteindelijk goed te revalideren en hopelijk uiteindelijk ook hun leefstijl verduurzamen. Dat je uiteindelijk zelfs een betere, gezondere leefstijl overhoudt, naar aanleiding van het hele programma. Nou, als je ons vanuit Connected Care, waar wij al bij voor werken, hebben wij nu op ons genomen dit hele zorgpad digitaliseren in een app. We zijn allemaal, de meeste mensen zijn connected, de digitale tijd. En wat is de bedoeling? Nou, wat willen we doen? De digitale ondersteuning van het hele zorgpad rondom darmkankeroperaties met de app van Lucie. En waarom wil je dat? Nou, dat geeft uit veel onderzoek blijkt betere compliance, efficiëntie, betere patiëntervaring. En je verzamelt ook nog eens data, waar je wat mee kan. Hoe doen we dat? Nou, Lucie is een Nederlands bedrijf die apps en thuismetingen verzorgt. En daar werken we al heel lang samen. Partner van Isla en daarmee doen we samen de inrichting van de app. En we gaan dan beginnen met een pilot. Vanaf de start van de prehabilitatie voor darmkanker gaan we met een pilot van 30 patiënten beginnen. Er wordt gecoacht in dat traject via de app. Mensen krijgen alerts, mensen krijgen vragenlijsten. Zowel voor als na de operatie. Dat doen we allemaal volgens het landelijke Fit for Surgery protocol. Eerst voor colorectaal en later voor alle andere grote chirurgie. Na de operatie krijgen mensen ook linkjes naar de ISLA-omgeving voor het invullen van prompts en premslijsten. En dataverzameling vindt plaats via een export naar de Fit for Surgery platform. Wat is er nodig om zo'n digitale transitie van een zorgpad te realiseren? Nou, je hebt visie nodig natuurlijk dat je dit wil als ziekenhuis. Je hebt een app-provider nodig, een contract met het ziekenhuis. Een goede connected care organisatie die dat ondersteunt. Je hebt daar natuurlijk funding voor nodig. Je hebt onze enthousiaste zorgprofessionals nodig die het helemaal inrichten en begeleiden. Je hebt een werkgroep nodig met een projectleider die daarvoor tijd heeft. Goede contact met de eerste lijn, fysiodiëtetiek. En uiteindelijk moet je ook, net als al die andere activiteiten, moet je het evalueren. Daarom doen we een studie. Nou, Lucie, voor degene die dat niet weten, is inmiddels echt een groot deel van de markt voor deze toepassingen in Nederland. 70% van de Nederlandse ziekenhuizen, waarvan een groot deel een breed contract heeft voor heel veel zorgpaden. Lucie ondersteunt
op allerlei fronten, ziektebeelden, 70 zorgpaden nu. En dan komt er straks een prehabilitatiezorgpad, komt ook in de landelijke Lucy Library ter beschikking van iedereen. En dat implementeren van zo'n digitaal zorgpad gaat volgens vaste stramien. Dat zie je hier. En nou, hier zie je nog even, kijk, de metrolijn die we net zagen van het prehabilitatiestuk. Maar dan zie je in het midden bij het mes, zeg maar, de operatie. En dat is het ERA-stukje. De opname is niet meer zo lang voor darmkankerpatiënten, meestal tussen de 2 en 5 dagen. En daarna het stuk daarna, de revalidatie. Nou, en al die fases kunnen worden ondersteund via de app. Zoals ik al zei, met alerts, met educatie. We doen er ook filmpjes in. We maken met Indivio. We vragen over de trainingsfase, vragen we uit hoe is het gegaan, hoe hebben ze het ervaren, heb je trainingsdoelen gehaald vandaag, heb je je eiwitsuppletie gehaald, genomen. En in het thuisstuk, na afloop, kunnen we al uitvragen aan de patiënten van, nou, hoe is het met je wond, hoe is het met de temperatuur, hoe is het met de pijnscore, ben je aan het bewegen, heb je ontlasting, etc. En dat wordt dan langzaam uitgefaseerd tot en met 3 weken. Nou, wat mooi is dat Lucy een directe koppeling heeft met HIX. Die kan gerealiseerd worden. En dat doen we al bijvoorbeeld voor dit zorgpad, voor CBA, maar dat gaat ook hiervoor gebeuren. Dus zorgverleners kunnen via HIX in de Lucy-data kijken. Nou, dan hebben we, Elina, wil ik jou vragen om even toe te lichten wat we met het MCB hier aan kunnen toevoegen. Ja. Ik ben, zoals ik al zei, projectleider bij Connected Care, echt voor het onderdeel van de digitale toevoeging, hè, dus met Lucy. Mijn collega Tamara Warmelink die heeft het prehabilitatieverhaal onder haar hoede. We hebben gekozen om een medisch coördinatiebureau van ISLA, de thuismonitoringsverpleegkundigen, zijn dat een belangrijke rol te geven. Zoals jullie misschien zojuist al gehoord hebben van Teske en Sabine is... werken zij vanuit ISLA en doen zij de thuismonitoring voor verschillende zorgpaden al een jaar lang. En het is eigenlijk begonnen in de COVID-tijd. Waarom wij het medisch coördinatiebureau een belangrijke rol hebben gegeven, is eigenlijk om verschillende redenen. We willen graag dat mensen gemotiveerd zijn en gemotiveerd blijven tijdens het hele traject. Dus vandaar dat zij dat op zich nemen. Zij doen naast dat de case manager en de dokter natuurlijk een motiverend gesprek voeren, vervolgen zij dat. Op het moment dat een patiënt namelijk bijvoorbeeld de scores niet invult of verschillende waarden die van hem of haar gevraagd worden, dan gaat het medisch coördinatiebureau erachteraan. Die vraagt aan de patiënt van heeft u het goed begrepen, weet u wat u van u verwacht wordt. En ze ondersteunen daarbij om het digitaal mogelijk te maken dat die waarden allemaal verzameld worden. En op die manier probeer je ervoor te zorgen dat die patiënt gemotiveerd is en ook betrokken is bij dat hele traject om uiteindelijk te bereiken dat hij zo fit mogelijk bij de operatie ingaat. De items die eigenlijk naar voren komen, is Gijs net al even benoemd. Op het moment dat een patiënt het niet invult, gaat dus een geautomatiseerd proces lopen. Dat is natuurlijk ook handig voor de zorgprofessionals die daar niet altijd actief achteraan hoeven, maar... via HIX komt er een melding dat een patiënt of boven een bepaalde waarde zit met de temperatuur. Dus er wordt er een melding gedaan, zodat de zorgverlener daarna kan kijken en actie kan op ondernemen. Bijvoorbeeld contact opnemen met de patiënt. En datzelfde geldt dus ook als er geen waarden worden ingevuld. Nou, op die manier proberen we deze patiënt zo goed mogelijk in deze hele periode in beeld te houden. Ja, en is het, hoe zie jij, dus maar, ik vraag jou terug. Maar wat zijn de voordelen en nadelen om dat centraal te gaan doen? Of bijvoorbeeld bij de afdeling chirurgie, die toch heel erg over dit zorgpad gaat toevallig? Ja, nou wat daarom denk ik mooi aan is, is dat om bij gespecialiseerde verpleegkundigen te beleggen die gewend zijn aan thuismonitoring. Die weten wat de patiënten nodig hebben om hier gemotiveerd voor te zijn. En die weten ook goed hoe de digitale ondersteuning werkt. En die werklast nemen we dan weg bij de verpleegkundigen van de verpleegafdeling, die zich vooral kunnen richten op patiënten die klinische zorg nodig hebben. Ja, ja. De MCB doet dat voor heel veel zorgpaden. Ze gaan verder uitbreiden dit jaar. Ja, dus zelfs naar andere ziekenhuizen. Ze doen het zelfs voor andere ziekenhuizen, niet alleen voor ISLA. Ja. Dus dat is ook een mooie ontwikkeling. Zeker. Nou, dan zijn we aan het eind gekomen van onze presentatie. En we hebben aan het eind een prikkelende stelling. Over 5 jaar wordt prehabilitatie door alle ziekenhuizen toegepast voor alle grote operatieve ingrepen.
En ik ben benieuwd wat iedereen daarop te zeggen heeft. Het is in ieder geval een mooi doel. Het is in ieder geval een mooi streven. Ja, die prikkelende stelling die heb ik erin gegooid. Ja. Lijkt wel leuk. Ja. Wat denken jullie zelf? Ik denk het wel. Kijk, het hangt heel erg ook met de financiering heeft te maken, want dat het echt wat bijdraagt is inmiddels wel duidelijk. En het heeft heel lang geduurd voordat bewijs voldoende was voor verzekeraars en voor betalers om hier ook wat echt aan te gaan doen. Er zijn ziekenhuizen zoals Radboud en het UMCG die hebben gezegd, we wachten niet op die vergoeding van de verzekering, we gaan het alvast uit de eigen zak doen. En ik denk dat Isla gaat dat nu via de transformatieroute doen. Voor colectaal is het al goed, maar voor alle andere chirurgie ligt het zo voor de hand dat we dat nu via die route doen. Maar voor lange termijn, structureel, zal er vanuit de verzekeraars ook een financiering moeten komen. En dan gaat het denk ik echt een vlucht nemen. Ik denk ook dat het belangrijk is dat op het moment dat we dat digitaal willen ondersteunen, dat die patiënten ook goede begeleiding daarbij krijgen. Want niet iedereen is even digitaal vaardig. Ja. Dat hebben we laatst gehoord in het nieuws, dat 1 op de 6 volwassen mensen hulp nodig heeft bij internetbankieren. Nou, ik denk dat het goed is voor ons om te beseffen dat niet iedereen even vaardig is. Dus dat het goed is dat we daar ook een ondersteuning bij bieden die mensen nodig hebben. En we denken dat we dat goed kunnen beleggen bij het medisch coördinatiebureau die daar al ervaring mee hebben. Ja. Het medisch coördinatiebureau, mensen gaan ook helpen bij het initiëren van de patiënten aan het begin van het traject, helemaal aan het begin in de app. Om te vertellen van zo, onboarding, inloggen en als de patiënten daar een beetje thuis in zijn, dan krijgen ze iedere dag meldingen van wat ze moeten doen of wat vandaag. En dan krijgen ze vandaag een filmpje over wat er de volgende dagen gaat gebeuren. Wordt echt mooi. Gaaf. Ja, zeker. Ja. Mensen meer controle geven over hun eigen herstel. Dat is ook wel echt de toekomst, denk ik. Ja. Ja. We hebben 2 vragen in de chat. De eerste heb ik al gezien. Namelijk, hoe verhoudt deze ontwikkeling zich? Want we zijn nu als ziekenhuis hiermee bezig met de Lucie-app. Hoe verhoudt die hele PGO-ontwikkeling zich hiertoe? Want mensen krijgen steeds meer een persoonlijke gezondheidsomgeving. Wordt dat koppelbaar? Of hoe gaat dat gebeuren? Ja, zeker. Kijk, ik denk uiteindelijk is de patiënt straks eigenaar van zijn eigen data en kan daar zelf over beschikken via een PGO. En uiteindelijk zal ook al dit soort data, ook die worden verzameld in zo'n app. Zeker patiënten vinden het ook leuk om hun eigen data terug te zien. Hè? Dus als je ziet de trainingsintensiteit in de grafiek, dat kan dus in de Lucie-app. Kun je dus terugkijken hoe de tijd die ze getraind hebben en de intensiteit is gelopen. Dus ze kunnen echt, en dat hoorden we ook voor het onderzoek wat we hier in huis hebben gedaan met slimme pleister, die meet hartslag en ademhaling. En dat gaat via een centraal platform waar verpleging en dokters naar kunnen kijken, continue meting. Maar de patiënten gaven terug dat ze het echt heel erg fijn zouden vinden om zelf ook die data te kunnen zien. Nou, dat is een vorm van, maar uiteindelijk zal iedere patiënt zijn eigen data hebben. En Apple is daarmee bezig, er zijn alle manieren. In Nederland is het nogal een versnipperd proces, maar ik ben benieuwd welke kant op gaat. Maar ik denk het wel. Spannende tijden. Ja. Was er nog een vraag? Was er nog een vraag uit de chat? Nog 2. Zouden we niet eigenlijk iedereen moeten prehabiliteren? Dus breed leefstijlbegeleiding aanbieden op deze digitale manier? Ja. Helemaal eens. Ja, dus eigenlijk elke interventie die enigszins belastend is, zou je mensen moeten kunnen voorbereiden. Er zijn natuurlijk uiteindelijk ook wel een selectie van mensen die baat bij hebben. En een kleine selectie van mensen die niet nodig hebben. Mensen die elke dag op de racefiets zitten. Die hoef je niet heel erg te... Ja, niet elke dag hoor, niet elke dag. Maar jou hoef je niet te rehabiliteren, denk ik, als het nodig zou zijn. Maar natuurlijk veel ouderen. De mensen worden steeds ouder. De vergrijzing en leefstijl als geheel. Kijk, wat ideaal zou zijn, dus als je mensen na 3 weken uit die... Dat zorgpad kan afsluiten naar herstel. En dat ze dan doorgaan met digitaal leefstijlcoaching. Daar zijn heel veel apps en initiatieven. Alleen het is heel moeilijk om mensen vast te houden in zo'n programma. Kijk, denk maar aan je eigen fitness app. Hoe vaak, ik heb een paar fitness apps, hartstikke leuk. Maar best lastig om daar aan vast te blijven houden. Vergt veel discipline en gedragsverandering. Maar als mensen eenmaal aan boord zijn van een programma, omdat ze een hele grote operatie of een ernstige ziekte hebben, dan hebben we misschien meer kans om ze vast te houden en dat te continueren in een leefstijlachtige app. Nou, die is er al. Bij Lucie is er een die heet Vitality.
Maar er zijn allerlei programma's in Nederland die hiermee aan de gang zijn. Dus ik denk terecht de vraag. Het antwoord is ja. Maar ben je dan, zeg maar, want het ziekenhuis is maar een klein stukje. Als het echt misgaat, dan kom je in een hele kleine episode. Als het goed is, kom je in het ziekenhuis terecht. Zijn we dan niet te laat? Ja, eigenlijk moet je aan de voorkant mensen beter een gezondere leefstijl proberen te laten aannemen. En dat ligt natuurlijk ook heel erg voor huisartsen. Nou, we zijn bezig met een van de huisartspraktijken hier in de regio, Stadshagen, om te kijken naar de samenwerking van Connected Care met hun, om een leefstijlprogramma te digitaliseren. Dat zijn ideeën en ja, dat zou je eigenlijk vanuit VWS of vanuit grote MVZ-verzekeraars zou je dat eigenlijk willen aanmoedigen. Hè? Ja. Ja, dat het in ieder geval vergoed wordt, hè, alle kosten ja. Die in stand. Ja. Goed. Maar nog een vraag. Moeten patiënten dan nog onder begeleiding van een fysiotherapeut trainen? Of zou dat ook gedeeltelijk via de app kunnen? Of met bijvoorbeeld een home trainer thuis? Ja, ook een hele goede vraag, ja. Kan zeker ook deels thuis. Nou, de frequentie van 3 weken. Maandag, woensdag, vrijdag, fysio, bij de fysio. En dan 3 weken lang, dus heb je 9 sessies. Maar de andere dagen moeten ze ook aan de slag. Hè, thuis hebben ze ook een opdracht van zoveel bewegen. En je kan je voorstellen dat... kijk, in Nederland woont iedereen in de buurt van een fysiotherapeut. Maar in Amerika bijvoorbeeld, waar ik een tijdje heb gezeten, daar wonen mensen soms heel ver weg van het ziekenhuis. En, nou, daar zou je mensen eigenlijk veel beter kunnen... Maar het is best lastig om echt hard te trainen in je eentje. He, dus het zijn vaak oude mensen bijvoorbeeld die helemaal niet sporten. En die moeten dan ineens. He. Dus daarom is toch die begeleiding van Sofie. En het zijn ook vaak oudere mensen met wat bijkomende ziekte. Dus dat is ook wel prettig dat er een bekwame, ervaren professional meekijkt. En die komt gewoon binnen. Die zegt, vandaag heb je dit programma. Hier is de home trainer. Ga maar zitten. En hij gaat ondertussen met zijn eigen werk door. Maar die houdt het wel in de gaten. Dus denk ik zeker voor die eerste 3 weken hard intensief trainen, best wel belangrijk dat die fysio ook in het spel is. Niet luxe hebben in Nederland. Hè? Fijn. Goed om te horen. Zijn er nog vragen? Oh, nog een vraag bij. Nog een vraag. Obesitaspatiënten die een maagverkleining ondergaan moeten een contract ondertekenen. Ook zij hebben een 6 weken rehabilitatietraject en een verplicht revalidatietraject. Houden ze zich niet aan de verschillende onderdelen, voeding, beweging, dan moeten ze een deel van de kosten betalen. Is hierbij... ook bij jullie doelgroep sprake van? Ja, nou voor deze eerste doelgroep darmkanker niet. En ja, je zou... Ik heb een collega die zegt tegen de patiënt... u hebt vandaag uw laatste sigaret gerookt. Hè, als we op de lijst... en dat is best confronterend. Hè, maar als je darmkanker hebt, dan zit je natuurlijk helemaal in de stress. En je bent bang en het komt allemaal op je over, op je af... En als je dan ook nog te horen krijgt, als je niet dit of dat doet, dan gaan we je niet opereren. Dat gaat dat ver. Maar ik kan me voorstellen, kijk, mensen die electief een bepaalde knievervanging moeten hebben, of beide knieën nieuw, en die zijn erg obese. En dat helpt voor de revalidatie als je eerst afvalt, dat je zo'n eis wel kan stellen. Hè, als je tijd hebt, ook, nou ja, maagverkleining is ook zo'n ingreep waar je wel de tijd hebt om die mensen goed voor te bereiden. Ja. Ja, dan komen we een beetje in het ethische hoekje terecht. Hè? Dat was de laatste vraag. Nou, en dan ga ik jullie ook bedanken voor jullie mooie bijdrage. Heel bedankt. Graag gedaan, ja. Jos. En dan gaan we langzaam afsluiten deze sessie. Mag ik deze terug? Yes. Ja. Dan gaan we nog even terug naar de... En dan gaat hij nog iets verder. Oh ja, dan mag ik nog even delen. Er wordt weer gewild. Nou, vond je dit nou een leuke sessie? Ik heb het in de tijd gelegen, in de kelder. Ik heb nooit zo goed in, maar het komt perfect uit nu. Op 23 februari zijn we terug tijdens de slimme zorgestafette. Want we hebben nog een soortgelijke kwestie. Het tweede deel van de innovatiequest. Het gaat over artificial intelligence dan. En je kunt je aanmelden op slimmezorgestafette2023.nl. En als je net als ik een beetje ruzie hebt met dat activiteitenplatform, mag je ook wel even mailen naar innovatie@isola.nl. Ga misschien net zo snel. Bedankt dat jullie er waren en tot ziens.